laatste dinsdag van de maand betekent traditiegetrouw de gemeenteraad met bespreekpunten waarover besluiten worden genomen. Twee bespreekpunten dit keer over iconische gebouwen. Een iconisch gebouw dat er al staat, de Sportboulevard, en een iconisch gebouw dat er moet komen. Het Stad van Huis en Regio. Welkom bij Rechtstreeks uit de Raad. Twee weken geleden sprak de commissie Sociaal al over de Sportboulevard. En toen ging het over die 400.000 euro die de komende 10 jaar elk jaar nodig is, eigenlijk voor het achterstallig onderhoud op te lossen en om onvoorzien onderhoud in ieder geval te kunnen plegen. De politieke vragen die toen door veel politieke fracties werden gesteld is van ja, dat kunnen wij nu als belastingbetaler wel gaan opbrengen als gemeente. Maar wat is eigenlijk de rol van Optisport? Dat is de exploitant, de huurder van het gebouw, moet die ook niet een bijdrage leveren? En zo ja, welke bijdrage dan ook? Nou, met die vraag is de wethouder de afgelopen 2 weken bezig geweest. En nu zou er in de gemeenteraad over gediscussieerd worden. En de wethouder zou gehoord worden. Welke oplossing heb je voor ons? Maar toen kwam het CDA met haar woordvoering en die zei van we gaan dit programma punt op dit moment niet bespreken. Het gaat uiteindelijk om 4 ton voor dit jaar. Maar er worden ook al heel veel in de stukken gezet over die 10 jaar die daarop volgt. Dus uiteindelijk gaat het over 4 miljoen euro. Dan moet je gewoon een heel goed gedegen besluit kunnen maken. En nu staat er alleen maar, dit is de oplossing. Maar ik zie niet hoe we daar gekomen zijn en waarom dat dan de enige oplossing is. Want ik geloof namelijk dat er veel meer kan. En die vraag ligt nu dus terug bij het college. Ja, en 2 weken geleden voorzag u dat nog niet, dat het antwoord van de wethouder op dit moment nog niet klaar kon zijn? Nou, 2 weken geleden kreeg ik daarvoor geen steun in de commissie en nu in de raad dus wel. Het is natuurlijk het volste recht van de gemeenteraad om te zeggen, nou, we gaan dit gewoon niet bespreken omdat we te weinig informatie hebben. Nou goed, dat is gebeurd. De vraag die er vervolgens wel is, wanneer wordt het wel besproken en komt dan op dat moment ook niet de begroting in gevaar? Want we willen natuurlijk wel in 2020 weten of die 400.000 euro wel of niet door de gemeente wordt opgehoest. Enfin, de Sportboulevard, dat was een iconisch gebouw. 10 jaar geleden gebouwd, kostte 55 miljoen euro en je merkt tijdens de exploitatie dat er heel veel onvoorziene kosten komen kijken. En nu, precies op dit moment, gaat de gemeenteraad ook praten over een iconisch gebouw van de toekomst, het Huis van Stad en Regio. Het besluit om een Huis van Stad en Regio te gaan bouwen is in 2018 genomen door de gemeenteraad. Die zeiden nou, het stadskantoor zoals het nu is, dat moet echt worden vernieuwd. Dat is helemaal verouderd. En een alternatief kan zijn om op de Spuitboulevard een mooi gebouw neer te zetten dat niet alleen een stadskantoor is, maar ook kantorenfuncties biedt voor de regio, waar een bibliotheek is, waar de VVV kan worden gehuisvest, waar ook kan worden geparkeerd en allerlei andere publieke functies. Dat leek een prachtige oplossing voor het herontwikkelen van de Spuitboulevard, om daar in ieder geval een draai aan te geven. Iedereen enthousiast, maar hoe kom je nou aan een goed ontwerp voor zo'n gebouw? Het idee is een prijsvraag. En die prijsvraag werd uitgeschreven in april van dit jaar. 34 architectenbureaus over Europa die hebben hun plannen ingediend. En een vakjury onder leiding van voormalig bouwmeester Jo Koenen, die heeft uit die 34 plannen 4 plannen geselecteerd. 4 architecten die door mogen voor een volgende fase. En voor die volgende fase krijgen de architecten een nieuw programma van eisen. Een aangevuld programma van eisen met wat meer details daarin. En daar ging de bespreking in de gemeenteraad over. Wat voor extra eisen kun je nu aan die architecten stellen, zodat ze eind januari van het volgend jaar, dat is in ieder geval de bedoeling, ja, hun plannen kunnen indienen. En natuurlijk, het moet een prachtig gebouw worden waar mensen heel erg prettig werken, waar wat duurzaam is gebouwd, waar je ook als publiek graag komt. Maar mag het ook een icoon zijn? Ja, en als het al een icoon mag zijn, hoeveel geld hebben we dan als gemeenteraad voor over? We zijn het volledig mee eens dat de ambitie en het iconische dat zo'n pand, het huis van de Dordtenaren en de regio, dat dat ook wel degelijk moet uitstralen. Wel hebben we wel een duidelijke kanttekening vanuit Beter voor Dordt. Wat ons betreft is het huidige begrote budget daarvoor, die 43,8 miljoen, wel bepalend. Ontwikkelen een huis van stad en regio in de stad. En bijvoorbeeld in het pand van V&D wat hier leeg staat. En wat voor ons iconisch genoeg zou zijn om het huis van stad en regio in te ontwikkelen. Want 44 miljoen bijna, nou ja goed, dat vinden wij nogal niet wat. En daarbij is nog maar de vraag of straks
we daar alle functies in kunnen huisvesten. Of dat de ruimte al niet snel te klein zal worden. Voorzitter, Dordrecht stevend af op aanzienlijke begrotingstekorten. En het zou dan ook Dordrecht sieren om lessen te trekken uit in het verleden niet behaalde resultaten. Met andere woorden, het zou Dordrecht sieren om de veel te grote broek in de kast te hangen en te investeren in wat minder iconische projecten. Waar we tot voor kort bestookt werden met lyrische teksten over het Huis van Stad en Regio als fundament van de gebiedsontwikkeling, zien we nu een conservatief college. Waar ambities en budget strijdig zijn, kiest het college voor het budget. Daar komt ook ineens een bouwsom van 43,8 miljoen tevoorschijn. Maar daar hebben wij nog helemaal geen besluit over genomen. Wel blijkt duidelijk uit dat stuk dat er in potentie een spanning zou kunnen ontstaan op het punt van de financiën. Maar wat ons betreft is het niet erg dat die spanning er is. Je moet niet op voorhand het budget te ruim laten vieren of je ambities gelijk weg laten lopen. Zonder te overdrijven denken wij dat de uitstalling van gebouwen en de kwaliteit van de stad bijdraagt aan het welzijn van mensen. Nu komt er een gebouw bij van het begin van de 21ste eeuw en hebben wij de mogelijkheid om te kiezen voor een ontwerp dat daar in zekere mate aan kan bijdragen. Het budget van 43,8 miljoen vinden wij echt wel leidend. En we beseffen ook dat er een spanningsveld ontstaat tussen aan de ene kant de wensen die we hebben, aan de andere kant het budget. Maar we vinden het bedrag van 43,8 miljoen groot genoeg, zeg maar, en maximaal. We moeten gewoon een nieuw stadskantoor, want het huidige is te oud. Een heel oud energielabel en is gewoon echt aan vervanging toe. En daaruit bleek dat als je die helemaal gaat renoveren, betaal je jaarlijks 3,3 miljoen euro aan huisvestingslasten. En toen hebben we gekeken wat zou het dan kunnen kosten als je nieuw neer zou zetten. En dan bleek dat 2 ton per jaar goedkoper te zijn. En daarna heb ik nog eens gekeken. Is dat dan een bedrag wat we jaarlijks betalen, wat dan ook wel gemiddelde huisvestingslasten zijn. Want wij willen gewoon dat ons personeel goed zit, maar dat het wel gewoon een gemiddelde huisvestingslast zijn. We willen niet voor de hoofdprijs kantoor houden. U bent uitgegaan van een gemiddeld kantoorgebouw voor ambtenaren zoals dat in Nederland wordt gehanteerd. Maar kun je voor dat gemiddelde dan vervolgens een iconisch gebouw maken? We hebben dus door een extern adviseur die ervaring heeft met bouwen en de kosten die daarmee gemoeid gaan, laten doorrekenen van oké, als je deze eisen stelt, die ambitieuze eisen, een mooier gebouw in die omgeving, kan dat dan voor het bedrag wat we bedacht hebben? En die zegt ja, dat kan. Je kan een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam gebouw neerzetten. Maar je moet wel een efficiënte bouwvorm kiezen. Dus niet een ontwerp wat voor het eerste keer uitgeprobeerd wordt. Maar wel eentje die van een techniek wat al vaker is toegepast. Maar nog steeds kan je dan gewoon wel echt een gebouw neerzetten wat past bij de ambitie die we met het gebied hebben en de kwaliteit heeft die we in het gebied willen brengen. Er is zo'n 45 miljoen euro ter beschikking voor dit gebouw gesteld. Een budget waarvan u schrikt. Nou, het is wel een behoorlijk bedrag. Maar verspreid over de exploitatieperiode. Hè, we hebben het over pakweg 30 jaar dat het gebouw gebruikt gaat worden. Dan is het nog te behappen. Maar ik schrok er inderdaad ook van. Bijna 45 miljoen euro wat uitgegeven mag worden. Ja, daar is de nodige discussie over geweest inderdaad. Ja. Wat voor type gebouw, zeg maar, kan je nou neerzetten voor dit bedrag? Kan je hier nou mee realiseren wat je in je ambities heel scherp hebt verwoord? En daar zit mijn zorg. En dan met name, omdat we gekozen hebben voor deze locatie, vind ik het belangrijk dat het zo'n iconisch gebouw wordt. Het hoeft niet, maar dan niet op deze locatie. En laten we hier dan een ontwikkelaar aan de slag laten gaan met een hele mooie hotel, horeca en woonfunctie. En het gebouw op een het ambtelijk huis, zeg maar, op een iets goedkopere plek met elkaar neerzetten. Wij zijn natuurlijk niet tegen een huis van de stad, maar wij zijn wel tegen iconische projecten. Daarvan hebben we natuurlijk al een paar op ons konto. En ik heb in mijn woordvoering ook aangegeven, misschien moet Dordrecht eens lessen gaan trekken uit in het verleden niet behaalde resultaten. We zijn natuurlijk de laatste jaren opgestikt met enorme tekorten, exploitatietekorten, energiehuis, coloriet, sportboulevard. En eigenlijk willen wij ons geld liever besteden aan de zorg voor ouderen, voor de zwakkeren in de samenleving, dat we een gebouw gaan neerzetten van iconische proporties. Want dat hoor je dus steeds, iconisch, iconisch. Het mag voor mij best een mooi gebouw worden, maar kan wat ons betreft wel een tandje minder. Ja, nu hebben we voor soortgelijke bedragen de afgelopen 10 jaar 2 iconische gebouwen in ieder geval gebouwd. De Sportboulevard en het Energiehuis.
ging niet eens om de investeringskosten, maar met name om de kosten die je hebt tijdens de hele exploitatie. Is een icoon wel een garantie voor een drama in de toekomst? Of juist niet, bedoel ik. Nou, dat is wel inderdaad scherp. Waar wij dus heel erg op willen letten is van dat die ambities die we met elkaar hebben, dat die in lijn zijn met het geld wat we daarvoor beschikbaar hebben. En dan niet alleen eenmalig qua investering, maar met name ook in de exploitatie. Want die gebouwen die kosten ook daarna geld aan onderhoud en dat soort zaken. En dan moeten we van tevoren moeten we dat gewoon heel scherp inzichtelijk hebben. En ik ga niet in proces instappen om dat te laten ontwerpen voordat dat zover is. Ik heb dat inzicht nu nog niet, dus ik ga er ook geen besluit over nemen. Nou, die kosten gaan enorm hoog zijn. Want hebben wij het budgetrecht en is er aan de raad nog nooit een bedrag gevraagd. Dus die komt ergens uit de koker van het college. En het college verschuilt zich achter een architect die dat heeft geroepen. Maar hoe groot? Dat weten we dus ook niet. Dus er worden een aantal dingen geroepen die wij niet kunnen staven, die wij niet kunnen controleren. Dus wat dat betreft trap ik even stevig op de rem. Wij hebben duidelijk ook gezegd vanmiddag ook, dit is het maximale budget. 45 miljoen euro wat aan dit gebouw, wat multifunctioneel is en ook echt het huis van de stad moet zijn. Het maximale bedrag wat we hiervoor willen vrijgeven. Ja. Desalniettemin, er komen gewoon plannen, want dat gaat door. En dat betekent dat we in maart wij allemaal kunnen zien wat die plannen zijn. Zou die kunnen zijn diep in uw hart en die zeggen van nou, het lijkt wel een heel erg mooi gebouw geworden. Wellicht zit er een enorm mooi bij. Ik kan je zeggen dat ik in de eerste ronde ben geweest. Toen lagen er nog iets van 12 concepten. Er waren een paar bij waar ik zo'n handtekening onder zou zetten. Mits dat redelijk betaalbaar is. Mits dat voldoet aan de eisen. En mits we ook nog geld kunnen uitgeven aan de zwakkeren in de samenleving. De ouderen en die niet in de kou laten staan. Omdat we een prachtig iconisch huis van de stad willen hebben. Ja, en als dan mocht blijken dat het een aantal miljoentjes meer wordt. Knijpt u dan wat ogen toe of niet? Voor een aantal miljoentjes, daar schrikken we niet direct van terug. Maar als het exorbitant meer wordt om daar een goed pand neer te zetten, dan zou onze afweging eerder zijn dat we de publieksfuncties van het stadhuis, dat we die onderbrengen elders in de stad. Maar dat we echt de back-office, gewoon het kantoorpersoneel dat daar hard werkt voor de stad, dat we dat op een wat goedkopere locatie en een wat goedkoper gebouw huisvesten. Iconisch, maar wel precies binnen het budget, geen cent meer. Wat ons betreft wel. En iconisch hoeft echt niet duur te zijn. Iconisch is in ons beeld gezichtsbepalend, uitnodigend en laagdrempelig. Je kan iets heel graag iets iconisch willen hebben, maar als je vervolgens vier hele mooie ontwerpen hebt die allemaal ver boven het budget gaan die we met elkaar hebben vastgesteld, ja, dan is het ontwerp verwoord dan tot een mooie tekening aan de muur, maar het wordt nooit realiteit. En dat wil ik graag voorkomen. Dus daarom dat we zo ook op het budget sturen en zeggen, ja, het mag. Het mag echt wel mooi zijn in die omgeving, maar iconisch betekent niet dat de sky the limit is. We willen uiteindelijk een acceptabele huisvestingslast gaan betalen voor het gebouw. Als ik deze gemeenteraadsvergadering zou mogen samenvatten, dan zeg ik eigenlijk besluiteloosheid. Er wordt een onderwerp van de agenda afgehaald, een onderwerp wat wel degelijk actueel is en eigenlijk ook acuut lijkt. We willen immers volgend jaar al weten hoeveel geld we kwijt gaan zijn aan de sportboulevard. En ook een beetje besluiteloos over hoe het nou precies zit met hoeveel budget willen we hebben voor een gebouw dat iconisch moet zijn, maar misschien ook weer niet zo iconisch. Ik vond de raad daar nog niet zo duidelijk in. Het voordeel is wel dat er nu vier architecten gewoon aan de slag gaan en we rond maart ook als publiek te zien krijgen wat het resultaat ervan is. En wie weet kunnen we dan echt serieus gaan discussiëren over wat voor huis van stad en regio willen wij als Dordrecht huisvesten. Dat gaan we gewoon volgen. Dit was het in ieder geval voor nu. Rechtstreeks uit de raad. Tot de volgende keer.